Hallo, ik ben Marit van Engen, consultant in de varkenshouderij. Misschien kent u mij van de twee boeken uit de serie Varkensignalen, Zeugen en Biggen. Met deze video wil ik u laten zien wat het u oplevert als u uw varkens beter observeert. De meeste varkenshouderijen hebben een goede productie, maar personeel en bedrijfsleider zijn bedrijfsblind. Bedrijfsblindheid betekent dat onbewust argumenten zijn bedacht waarom zaken niet zo gaan als volgens het boekje zouden moeten. Als we focus hebben op het controleren van de varkens en goed naar ze kijken, kunnen we veel signalen herkennen en adequaat handelen. De dieren zijn afhankelijk van ons. Ze tonen met hun gedrag hoe het met ze gaat. Gaat het goed of kan het nog beter? Als voorbeeld het liggedrag van biggen. Je ziet dat de biggen in een hoek van het hok liggen. Je denkt de temperatuur is te laag, de biggen hebben het koud en daarom hang je de lamp lager. Kijken, dan denken en dan doen. Zie je echter de biggen naast elkaar op hun zij liggen met gestrekte poten, dan weet je dat alles in orde is. Je hoeft niets te doen. Om alle signalen die de varkens vertonen beter te zien, kun je je routine omgooien. Als je bijvoorbeeld normaal gesproken bij de controle met het rechterhok begint, begin dan nu met het linkerhok. Je zal hierdoor andere signalen zien. Hoe controleer je de varkens eigenlijk? Doe je dat tijdens het voeren? Dat is goed. Voer is namelijk de grootste motivator voor de varkens. Als ze niet willen eten, dan is er zeker wat aan de hand. Maar bekijk je de dieren alleen tijdens het voeren, dan mis je de eerste signalen en zie je problemen vaak te laat. Of bekijk je de varkens in rust. Dat gaat gemakkelijker als je door een raam het hok in kan kijken. Als je dan binnenkomt, dan kun je het verschil in gedrag zien. Of loop je in de gang en schud je de varkens wakker door geluid te maken. Je kan dan zien of de varkens actief zijn of bijvoorbeeld kreupel lopen. Hieronder wil ik u een paar voorbeelden van varkenssignalen geven. Aan de linkerkant zie je een big met wonden aan de zijkant van zijn kop. Dit is een signaal van te weinig melkproductie van de zeug. De biggen vechten om de spenen en zetten zich schrap tegen de vloer. Daarom hebben deze biggen vaak verwondingen aan de voorpoten. Dit vleesvarken zit. Is hij bezig met opstaan of voelt hij zich niet goed? Als het varken borstvliesontsteking door APP heeft, dan zit hij vaak met de benen uit elkaar en ademt voorzichtig. Deze ontsteking is namelijk erg pijnlijk. Bij het observeren van de dieren is het belangrijk om zo vroeg mogelijk de signalen te zien om grotere problemen te voorkomen. Behandeling van de ontsteking bij dit dier kan wellicht nog effect hebben, maar bij dit dier is de ontsteking al te uitgebreid. Door het toepassen van varkenssignalen kun je problemen vroegtijdig opsporen. Uw management aanpassen en de vraag stellen, gaat alles goed of kan het nog beter? En ja, het kan nog beter door te kijken, dan te denken en uiteindelijk te doen.